vluchtelingen. En daar ging het gisteravond ook over bij het NOS-slotdebat. En minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, die daar natuurlijk stond als partijleider van het CDA, die had het onder meer over de opvang van de veilige landers die in Nederland in de AZC zitten. Dus mensen die hier naartoe komen, maar helemaal geen recht hebben op asiel. En ook nog eens de boel verstoren. Terwijl het maar een kleine groep is, maar het wel ook het draagvlak onder asielopvang onderuit schopt. Maar het is waar, het is een hardnekkig probleem met een kleine groep. Er zijn een paar dingen die je wel kan doen. Je kan zorgen dat de opvang voor hen een stuk soberder wordt. Dat het veel minder aantrekkelijk wordt om hier naartoe te komen. Het tweede wat je zou moeten doen, is dat je afspraken maakt met de landen waar ze vandaan komen. En bij Jinek, bij RTL, zat de minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Jesselgus. En ook zij sprak over de opvang van vluchtelingen. Het is altijd wie heeft recht op opvang. Dus wie vlucht voor vervolging of oorlog. En wie was vanuit andere redenen gekomen. Nou, dat is dus ook de afweging die het kabinet blijft maken. De opvang voor echte vluchtelingen, zoals dat dan wordt gezegd. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Ja, die moeten we mogelijk maken. Maar komen mensen uit veilige landen, ja, dan zitten ze toch anders in de wedstrijd. Hoe belangrijk is dat voor het draagvlak ook? Hoorden we op Hoekstra daarover praten? Ja, we weten al heel erg lang dat het groot deel van de Nederlanders vindt opvang terecht op het moment dat mensen voor oorlog en terreur geweld moeten vluchten. En economische redenen. Daarvan zeggen mensen, nou, dat is niet een reden om op te vangen. Dus dat zien we al heel erg lang. Mm. Maar ik wilde ook wel op wijzen dat er in de Nederlandse opvang ook heel veel mensen zitten die wel recht hebben om in Nederland te blijven. Omdat ze ook uit oorlogsgebieden gevlucht zijn. En voor wie ook nog geen woningen gevonden zijn. Dus het is niet zo dat onze AZC's allemaal vol zitten met mensen die alleen maar om economische vluchtredenen hierheen zijn gekomen. Dus ik denk dat we al een probleem hadden. En dat dat juist met de opvang van Oekraïnse vluchtelingen nog groter wordt. Dus dat doet wel iets met het draagvlak van de Nederlander. Want er is in Nederland überhaupt al veel woningnood. Nou ja, en dan hebben we het over zo'n landelijk coördinatiepunt wat vanaf vandaag van start gaat. Kijkt hij ook naar de problemen die er al waren? Of gaat hij zich dan echt daadwerkelijk alleen richten op die Oekraïnse vluchtelingenstroom? Ja, het landelijk coördinatiecentrum wat komt gaat echt zich richten op de Oekraïners. Om ervoor te zorgen dat daar goede opvang voor is. Dat ze vragen ook kunnen beantwoorden. De verdere asielproblematiek wordt gewoon opgepakt door de mensen die dat altijd doen. En het is gewoon echt heel sneu dat er gewoon mensen zijn die misbruik maken van onze gastvrijheid. En daarbij ook, gewoon ook op sommige plekken ellende veroorzaken doordat ze zich niet gedragen. We gaan naar de verkiezingen in ons